Vulkanen. Vogels. Het is echt zo'n Lion King natuur. Ja, mijn nek. Dit zijn de reismeisjes vanuit Ethiopië. We verblijven nu op een supermooie plek waar wel 10.000 flamingo's zijn. En we kijken uit over twee meren. Lake Shala en Lake Chitu. En daar zitten de meeste. De meeste wat? Vulkanen. Er is een flamingo. En we gaan nu naar het meer Shala wandelen. Die is daar. Een stekel van de stekelvarken. Ik heb net geweten dat hij zo dik was eigenlijk. Hij is best wel scherp. En kijk nou, dit is opgedroogde cactus. Donkey. The rest is eat by here. Ja, is tijd hier. Nou, ik vind dit, deze natuur is echt zo'n Lion King natuur. En ik zie het al helemaal voor me dat er zo ineens zo'n giraf voorbij komt lopen. Maar helaas hebben ze hier in Ethiopië niet de grote vijf. Dat is helaas geen olifanten. Ik denk ook geen leeuwen. Of ze hebben wel tijgers, toch? En zebra's hebben ze. En nijlpaarden hebben ze. En flamingo's. En dit is vulkanisch gebied, en vandaar dat dit een natuurlijke warmwaterbron is. En wat is nou een perfectere plek dan dat om lekker je kleren te wassen? En hier zitten ook gezellig pelikanen. Nou, zolang als er al witte mensen in Afrika komen. Strooien ze natuurlijk allemaal geld rond en cadeautjes en goed doen en de held uithangen. Dus nu krijgen zij natuurlijk ook het beeld dat wij, ik weet niet, een beetje Sinterklaas of zo zijn. En, iedereen wil ons volgen, handje vasthouden. Ze staan ook al money money, want ze weten ook, heel veel mensen geven lekker graag geld uit. Het is helemaal niet per se dat ze het nodig hebben of zo, maar ja, ze weten ook, ja, het is eigenlijk heel erg fijn als ik gratis geld krijg. Ja. Hoe dichtbij we nu zijn bij de flamingo's. Wauw, en het zijn er echt zoveel bij elkaar. En de geluidjes die ze maken is heel grappig. Kan je het nadoen? Zoiets.
Nou, en dit meer is een kratermeer. Of nou ja, voormalig kratermeer. Het was een vulkaan, maar die is nu weg eigenlijk. Doet het niet meer. En dit is de enige plek in Ethiopië waar flamingo's zitten en waar ze ook kindjes maken. Dit waren reismeisjes vanuit Ethiopië. En dit is de eerste keer dat ik wilde flamingo's heb gezien. Tot volgende week!